Clara Kleijmans zagen we recent nog in de film van Wacht in Zeven. Daarnaast is ze vooral bekend van haar rollen in De Ridder en Tegen de Sterren Op. Hoe kijkt de actrice terug op 2021? Waren er veel hoogtepunten in nogal een donker jaar? En wat wenst ze voor 2022? Dan moet ik eens heel mijn jaar doorlopen, hè. Wat ik heel hard van heb genoten is gewoon 3 dagen Parijs deze zomer. Parijs is heel leuk nu, omdat er toch minder toeristen zijn. En ik zat heel goed op een terras boven de Galerie de Lafayette. Dus zo'n heel schoon terras. Perugia heet het, geloof ik. Dat je zo uitzicht hebt over de hele stad. En dat was wel... Ik was daar nog nooit geweest en zo'n beetje lukraak van, ik moet daar eens naartoe. En ik kwam daar boven en ik had tranen in mijn ogen gewoon van een view, van een uitzicht. En dat vond ik toch wel heel leuk. Voilà, dus laat het dat zijn. En jouw dieptepunt uit 2021? Ik heb gelukkig niemand verloren. Houd vasthouden. Voor de rest, ja, het is 1 diepdal. Hè. De corona-perikelen. En niet zozeer dat het er is, maar dat je niet weet wanneer dat ophoudt. En als er telkens dat er zo weer nieuwe maatregelen komen, dan heb je wel zoiets van, oh, hoe lang gaat dit nog duren? En voor mij persoonlijk valt het echt mee, maar ik denk altijd aan mensen die er heel veel last van hebben. Mensen die in de zorg zitten en die overwerkt zijn. Of mensen in het onderwijs die overwerkt zijn, omdat er overal mensen uitvallen. Laat dat het dieptepunt zijn. En wat staat er op jouw bucketlist voor 2022? Ja, als het dus kan, als het mag, dan heb ik wel heel veel zin in plezier. In het algemeen. Dus ik ben nu... Wanneer het nog mocht, ben ik zo 2 keer gaan dansen op korte tijd. En als mama zijnde doe je dat toch wel iets minder in het leven. En ik heb er enorm veel van genoten. Dus als het terug zou mogen, moet daarom niet in een grote discotheek zijn, maar zo als het mag op café. Want ik heb daarvoor ook eens geweest dat je wel cafeetjes mocht doen, maar dat er dus nog niet gedanst mocht worden. En dat was een grappig moment van telkens dat er iemand begon te dansen op goede muziek, zo mensen die... Halt, nee, dat mag niet. Het is een absurde wereld ook. Maar dus, dat we terug mogen dansen. Als dat mag, dan zal ik er staan.